Ik wil ook graag een beetje vertellen over wie mijn rolmodellen zijn geweest. Want dat is toch ook wel heel belangrijk. Als klein meisje heb ik superveel naar de Spice Girls geluisterd. Mijn eerste performances waren als Baby Spice van de Spice Girls. Samen met mijn zussen en al haar vriendinnetjes deden wij zo op familiefeestjes en sleepovers. Deden wij heel vaak van die kleine concertjes dat we playbackten op Spice Girl muziek. En dat was echt superleuk. Dat ligt aan de basis van heel mijn carrière, daar ben ik zeker van. En dan een beetje later ben ik heel hard into Avril Lavigne geweest. Ik vond die super graaf. Heel die haar imago en stijl, dat was echt zo'n cool girl. En dat inspireerde mij ook super hard. Op dat moment had ik echt nog geen idee dat ik eigenlijk zelf echt muziek wilde maken. Ik dacht dat misschien wel ergens ver in mijn hoofd van achter of zo. Maar ik vond dat precies nooit een realistisch idee. En dan ontdekte ik, toen ik ergens in het middelbaar zat, Laura Marling. Dat is een singer-songwriter. En ik vond dat die echt zo'n mooie muziek maakte. En dat voelde aan op dat moment als muziek die ik zelf ook kon brengen. Ik leerde zo'n klein beetje op gitaar die haar nummers spelen. En dan besefte ik van, oh wacht, ik kan dan misschien ook liedjes schrijven. En zo ben ik eigenlijk een beetje dat beginnen doen, die liedjes schrijven. Dus Laura Marling is ook echt heeft een grote rol gespeeld in dat ik zelf liedjes ben beginnen schrijven. En nu zijn mijn rolmodellen een beetje anders geworden. Ik ben heel grote fan van Caroline Polachek. Eigenlijk vanaf het begin van haar carrière tot wat hij nu doet. Eerst had zij een band, Chairlift, die super cool was, zo'n beetje in de MTV-periode. Die maakte super coole clips op dat moment. En ja, zij maakte echt iets heel nieuw en iets heel eigen met haar band. Ze speelde zelf live instrumenten ook en ze zong en haar stem was waanzinnig speciaal en cool ofzo. Later is ze dan haar eigen solo-project begonnen met nog een paar tussenstapjes of zo. Eerst heeft ze zo wat geëxperimenteerd in andere vormen of zo. En nu doet ze het gewoon onder de naam Caroline Polachek. Ze schrijft ook muziek voor andere mensen, ze schrijft lyrics voor andere mensen. Ze doet eigenlijk superveel rond haar muziek zelf. Heel de visuele identiteit en zo is super belangrijk ook en daar heeft zij ook een keigroot aandeel in. Naar wie ik ook heel hard opkijk is Trui Amerlink. Dat is een bassiste uit Gent, denk ik. En de eerste keer dat ik haar zag optreden was denk ik met Tsar B al jaren geleden en ik dacht echt, wow, die is zo cool. Ik was toen net basgitaar beginnen spelen en die heeft mij zo hard geïnspireerd om daar beter in te worden. En ik vind het super gaaf dat hij in heel veel projecten zit, heel veel verschillende projecten, maar toch een soort eigen identiteit altijd meeneemt en toevoegt aan dat project. Dat vind ik echt mega cool. En dan heb je ook nog Blue the Tiger. Dat is een Amerikaanse bassiste die ook in miljoenen projecten speelt als sessiemuzikant. Maar ze heeft ook haar eigen solo-project en een frontvrouw die een basgitaar heeft en echt gewoon supergoed is in wat ze doet. Dat is echt het coolste ooit.